je zien. En draai je door naar het nieuwe toiletgebouw. Wat inmiddels in gebruik is. En ik zoom nou even in naar de tekst die de school erop gezet heeft. Boys Toilet, sponsored by een wissel. En nu op naar het toilet voor de jongens. We zijn nu bij Lamin in de compound en hier zien we de waterput die voor een groot deel ingestort is. Ik loop er even rondomheen. Tijdens de regentijd is de grond rondom de ingang van de put zo zacht geworden dat die voor een deel is weggezakt. Er is een diep gat ontstaan en omdat ook heel veel buren uit de omgeving van deze put gebruik maken, hebben ze al wekenlang geen water meer hier en moeten ze enorme einden lopen om water te halen. Dus het zou mooi zijn als we op korte termijn die put weer gerepareerd krijgen. Dat gaan we nu doen en ze denken het binnen een week af te hebben. Onmiddellijk begonnen met de afbraak van de put. Deze man die gaat straks ook zo'n 10, 15 meter naar beneden om alle rommel, stenen, zand en alles weer uit de put te halen. De nieuwe wc. Ja. Nu met een goede betonnen zinkput. Die hopelijk een jaartje of tien goed blijft. Thank you, my dad. You are my dad. I thank you. Please help me. I get that machine so that I can work. De nieuwe stookplaats. En Lamin laat nou zien dat hij met zijn vingertjes door de rijst heen kan rommelen. De rijst is nou aan het drogen. De een is wat donkerder dan de ander. Die donker is van vandaag en die licht is van gisteren. En de muur, voor zover die nu af is. Tot aan de hoek. En daar stopt het ongeveer.
Er wordt meteen werk gemaakt van de reparatie van de put. The man is named Baba Dindi. Again? The man is named Baba Dindi. Okay. Hallo Musa. Hallo Musa. Waar is mama? Daar gaat Musa. Zijn nieuwe schooltas. Zijn nieuwe schoolkleren. Samen met mama Maimuna. Dit is het kleine broertje van Musa, ja. Samen met oma. Oma draagt een zonnebril omdat ook zij aan cataract aan de ogen geopereerd is. Hallo. Hallo pa. En dit is de vader van Maimuna, de moeder van Musa. En daar is Big Brother of Maimuna. Nee. Dit is de tuin in de compound. Met papaya. Bananen. Hangen er ook al aan. De ingang. Beetje donker, maar we zijn nu in de woonkamer van Musa. Okay. Sleeping room. Children sleeping here? Yeah. Are you sleeping there? Yeah. Okay. En zo lopen broertjes en zusjes met kleintjes op de rug. Op de achtergrond het kledingkastje waar moeder de kleding van Musa is al bewaard. Mama, papa, papa.